Hey lieve mensen, gasten, klanten van Fresh. Beetje onwennig, want ik doe natuurlijk nooit voor een cameraatje opnemen. Helaas, corona en de gym is gesloten. En nu moeten we iets anders verzinnen, dus gaan we live streamen. Zelf ben ik een beetje verkouden en ik heb een beetje last van mijn keel, een beetje hoofdpijn, allemaal heel licht, niks ernstigs. Maar ik blijf dus thuis en ga niet in de gym. En eigenlijk is het ook wel oké, want dan kunnen jullie zien dat je thuis prima kan je workout kan doen. Wat heb ik gepakt? Ik ben nog wat vergeten, zie ik. Ga ik zo nog even halen. Heb jij ook nog even tijd om te halen? Natuurlijk, 2 toiletrollen. Wat gaan we daarmee doen? Maar je hebt er in ieder geval genoeg, denk ik. 2 doekjes, want ik denk niet dat jullie core sliders hebben. Heb je die wel, kan je core sliders gebruiken. En anders gewoon 2 doekjes. Heb je een balletje? Prima. Heb je bij 1 oefening die toiletpaper niet nodig? Anders weer balletje. Je kan ook in plaats van, als je het toiletpapier niet wil gebruiken, een kussentje gebruiken. Ik denk niet dat jullie een Dynaband hebben. Jammer hè, want die gebruiken we eigenlijk altijd. Doen we dan maar niet. Een stoel heb ik ook nog gepakt. En een matje. Heb je geen matje, neem dan een dekentje of een handdoek. Voor onder je elleboog als je gaat planken of onder je billen, want je kan ook best wel bij veel buikspieroefeningen op je rug last krijgen van je staartje. Maar daar komen we straks pas. Ik heb Spotify op de achtergrond aangezet omdat ik graag een beetje muziek erbij wil. En dan is het een betere workout. Wat ik ben vergeten zijn 2 flessen 1,5 liter met water. Dat is het enige wat ik kan voorzien als je geen gewichtjes hebt. Mijn gewichtjes heb ik. Ik heb gewichtjes, maar waar. Dus ik ga ze zo even halen. Well, English viewers, welcome. This is my house. Not able to go to the gym because I have a slight cold. So I'm staying at home, but still going to teach you a small lesson. What you need for the workout is, 2 toilet paper rolls. 2 doekjes, what's it called. If you have a ball, if you don't have a ball, a cushion. I put a chair over there. We're going to use it all. Then, I hope you have a mat. If you don't have a mat, use a towel to put it under your elbows if we do the low plank, or beneath your buttocks if we're doing push-ups or anything on the floor, because otherwise you will hurt your spine over here. Alright, what I forgot to put over here are my bottles. 1.5 liters with water, fill them with water. Please stop the video now, get your water. Ik ga mijn water halen, ik ben zo. Yeah, real quick, you see? Okay, so, ik weet niet of je mijn muziek kan horen. Ik weet niet of you can hear my music. You can put on your own music. Just stop the video, get your own music. Maybe difficult, you can do it without the music. Maybe you can hear my music. Misschien kan je mijn muziek ook wel horen. Anders doe je het zonder muziek en moet je het met mij doen. Okay, so, we gaan lopen. Want we willen warm worden. Maar je gaat wel zachtjes lopen, hè? Want je buren beneden vinden het misschien niet zo leuk. Volgende keer ook vragen, kom mee, we gaan samen een workout doen bij mij boven. Als je alleen buren boven hebt, dus te delen. So, we're gonna walk, just slightly. Don't stand. Think of your neighbors. They won't like it if you bang, bang, bang. But next time, invite them over, alright? So, maybe we go a little bit higher in the knees. Ja, we gaan een beetje hoger met de knieën. Want ja, we willen wel warm worden. Ik ga niet, ik heb geen step zoals normaal. We gaan niet een hele super lange workout doen. Want deze workout is sowieso maar 30 minuten. Lastig. Dat is de 30 minute workout. We're gonna do the high intensity as I normally do. Sorry guys. Maybe next week, if you all buy a step this week, let me know. Okay, so arms up. Let's put our arms up with this. The arms put the heart rate up. So the armen gaan de hartslag omhoog laten gaan. En I have bad luck. Ik heb eigenlijk pech, want normaal kan ik stoppen en jullie lekker laten trainen. Maar nou, not now. Dus we gaan lekker doorlopen. Lopen, 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 lopen. Kom op, hoog die armen. Ja, yeah, I know, I can see you. You're doing like this. No, you know me. Arms up. Je bent lekker hoog. Zo hoog mogelijk. Naar het plafond. Oké, andere armen. Bam, 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 bam. Reach up. Up, up, up.
started in your body, you're feeling in your obliques because you're a little bit like this. Yeah, bend yourself. Come on, come on, come on, come on. Het is hartstikke lekker weer. Geen airco, dus je bent snel warm. Oké, a little dribble, heel zachtjes. Denk aan de buren. Mijn buren zijn heel oud. Dus it's okay. More intensive. Een beetje hoger met die knieën. Als je beneden woont, ga je hoger. Okay. Maar ik niet, hè? Ik niet. Ook al zijn ze oud, wil niet het hele huis laten dreunen. Denk je ondertussen aan je ademhaling. Niet blijven praten. Oeh, de vloer gaat kraken. Stukje naar achter. Oké, ga door, ga door, ga door. Ga door, ga door, ga door. Oké, heb je ruimte? Ik ga een beetje naar links. Dan gaan we een beetje opzij. Ga je heen en weer, zoveel ruimte als je hebt. Ja? Ga maar heen en weer, zoveel ruimte als je hebt. Ja. Maybe, with arms. En links. En links. En links. En links. Oké, en low. Oké, gaan we stappen. Ik weet het, we hebben een hoog tempo, maar het moet ook in 30 minuten. High tempo, we have to do it in 30 minutes. Oké, armen voor. Lekker lang. Lekker lang die armen. Bam. En netjes aantappen. Dit is trouwens een hele slechte schaatspas. Je moet hele lange slagen maken. Oké, lange slagen. Lange slagen. En we gaan dieper. Let's go dieper. Hop. Hop. Niet te diep die buiken zien. Rechte rug. Ja. Hop. Gaan we lekker door. Ik heb een klok hoor, dan moet je zien hoe lang we dit doen. Het is handig als je een spiegel hebt. Ik heb een spiegel neergezet, zodat ik mezelf kan zien. En mezelf kan corrigeren. So I put a mirror over there. You cannot see it, I can see it. So I see myself and I can correct myself if necessary. I only see bottom half. Better. He, ik zie alleen de onderkant. Beter. Dat wilde haar altijd. Ga gewoon lekker door. Warming up is al zo minimaal. Langzaam ga je steeds een beetje dieper. Hè? Steeds een beetje dieper. Buik blijft in. In, hè. In. 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 Oké, okay, low. 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 Iets langzamer. Oké, we gaan tappen naar de zijkant. Je gaat goed door je knie zakken van je standbeen. Je probeert je knie in het midden te houden of naar buiten te duwen. En niet naar binnen te laten vallen. Je buik is goed in, je rug is recht. Je schouders niet optrekken, maar mooi naar achter. So, we're gonna tap to the side. Just watch your knees straight or outside, a little bit. Not inside, never. Abs in, nice and straight body. Don't raise the shoulders. En allebei, Nederlands, Engels, breathe, adem, oké, zo, je kan leunen, ik heb liever niet dat je dit doet, zo maakt het ietsje zwaarder voor je been, maar niet hard leunen en nooit op je knie leunen, dus bovenbeen, en niet daar, want ik weet dat jullie dat doen, maar je gaat lager zakken, hoe lager, hoe zwaarder, hoe beter, ga door. Ik kan de secondenwijzer zien. I see the seconds. Going by, and by, and by, and by. Not yet. Not yet. Not yet. Okay, other side.
rechte rug, denk aan je schouders. En niet te laag, niet te hoog bedoel ik. Lekker laag, als jij lager wil, be my guest. Niet stiekem omhoog, hè. Yeah, I saw it. You were pausing. Je hield een pauze. Nee, geen pauze. Go on. Go on. Go on. Woo. Feel the burn? I feel some burn. Ik voel het wel, hè. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Vier. En drie. En twee. En vier. Drie. Twee. Oké. Wat ik vergeten ben te zeggen, omdat ik zelf weinig drink, maar jullie slecht. Dus drink. Ik hoop dat je wat water hebt. Kijk, ik heb hem wel neergezet voor mij. Dus ik neem straks een slokje, maar je weet tijdens de les, ik drink niet zoveel. I don't drink that much, not good. But so, take a little break. Take a little drink. And get your chair. En pak je stoel. Ja? Yeah? Wat we gaan doen, is squats. Je buik is in, je schouders laag. Je voeten zijn evenwijdig en om je benen onder je heupen. Je heupen zijn hier. Your hips are over here. Feet below your hips. These are not your hips. I don't mean this. I mean the bones. De heupgewrichten, the joints. So, what you're gonna do is you're gonna try to sit down and then get up. Abs in, buik in, buik in, buik in. And up. Naar beneden. En op. Ja, en je mag beginnen, heus wel hoor, met iedere keer even zitten als je wil. Dat je voelt, oké, er kan niks gebeuren, ik kan best diep gaan zonder dat ik naar achter val. Maar het is toch een beetje luier, dus als je daar blijft zitten, prima, net blijft hangen. So you can sit down if you want to. If you're scared to fall. Or you're like feeling like, wow, nothing will happen. But if you don't need it, you don't need it. Yeah, so keep on going. Down we go. Down we go. En je schouders blijven laag en je rug blijft recht. Je nek is, je kijkt schuin naar voren. You're looking in front of you. So don't look at your knees, don't bend your head. And your abs in. Every squat in. Use your glutes to come up. Squeeze if you come up. Ja, dus je knie knijpt in je billen om omhoog te komen. Die duwen je omhoog. Die billen duwen je omhoog. Squeeze those glutes. Squeeze those glutes. Come on, girls. En men, of course. Zouden er nu eigenlijk mannen meedoen? Met een body shape. Yeah. Would be nice. We go three down. One, two, three, up. One, two, three, up. One, two, three, up. One, two. Buik is in, hè? Into the max abs. Up. One, two, three, up. One, two, three, up. One, two, three, up. One, two, three. 8 pounds is up. Zeven. Zes, vijf, vier, drie, singles. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and bounce, 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 4, 3, 2, and up, up. Up, 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 4, 3, 2, 1, oké, up. Benen zijn lekker warm. We zetten de stoel weg. En we get the mat. We pakken het matje. Ja? Zo, ik ga proberen zo te liggen. Mijn stoel moet een beetje meer opzij. Doe. Oké. Okay.
In de gym, altijd een handdoek natuurlijk. Maar ik ben niet in de gym. Dit is mijn eigen persoonlijke lekkere dikke mat. Toppenmat. Oké. We gaan naar de looplijn. Dus als je geen matje hebt, pak een handdoek. Hè? Take a towel. If you don't have a mat, take a towel. Beneath your elbows. Onder je ellebogen. Je wil niet een blessure aan je ellebogen dat je op de grond gaat staan. Oké, we gaan staan. Just stand. Mirror of no use now. I cannot see myself. Dus ik kan mezelf niet zien. Ik hoop dat ik goed sta. Wat je begint te doen is in het midden van je schouder. Dus je kan zakken omhoog in het midden. Nu je duwt je schouders weg van je oren. Je duwt je hielen weg. Je kan natuurlijk een klein beetje je buiken zien. Je billen zijn aan. Handpalmen zijn omhoog. Weet je dat ik altijd graag wel, want je hebt palms up. En je duwt je hoofd weg. En je schouders weer van je oren zijn dan naar buiten. En je blijft ademen. Keep on breathing. So, in the middle of your shoulders joint. If you don't know where it is, go low, go high. And in the middle. So push your shoulders outside and away from your ears. To tilt your pelvis a little bit. Abs in. Glutes on fire. Heels away. Head away. Shoulders outside. And breathe. Adem, adem, adem. Just breathe. Are you still with me? Ben je er nog bij? Krullen zitten voor mijn ogen. Oké, adem. Blijf maar staan, je kan het. Je kan het. You can do it. Oké, knieën naar beneden. Child's pose, jullie weten dat ik niet zo diep kan. Jullie gaan even lekker in je child's pose. Blijf lekker in je child's pose. Stay in your child's pose. You know I never join. Ja? Blijf maar hangen. Blijf maar hangen. Blijf maar hangen. Oké. Wat we gaan doen is weer laag plank. Je voeten zijn iets wijder. Spread your feet a little bit more. Then the middle of your shoulder joint again. Midden van je schouder gewricht. We gaan openen. We're gonna open. And we're gonna turn. So we open. We did last week, remember? Open. Elbow to the ceiling. Elbow to my plafond. Blijf, blijf, blijf. Blijf, blijf, blijf. En terug. En hold. Blijf maar staan. Adem, adem, adem. En let's go. Open. Open. Dik in de mat. Ietsje lastiger dan een dun matje. Iets meer wiebelt. Beter voor je core als je wiebelt. Meer oefening. En terug. En kom maar weer staan. Adem, adem, adem. En let's go again. Omhoog. Omhoog. Blijf ademen. 4, 3, 2. En terug. Blijf even staan. Je buik is maximaal in. En dan ga je aan de andere kant omhoog. You can do it. Mooi naar mijn nek. Hou omhoog je arm. 4, 3, 2. And one more time. Stay in the middle. Blijf hier. Niet diep, hè. Heb je heel veel last van je onderrug? Even je knieën naar de grond. En dan kom je weer omhoog, ja? Are we ready? Ready? Ready, ready, ready? Let's go. Op. Op. Adem, adem, adem. Buik in. Oké, en terug. Blijf even staan in het midden. Adem, adem, adem. En niet je heupen de lucht in die lage plank, hè. Dan put je hips neer en loop bij. Oké, en terug. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En child's pose. Bind op je hielen. Als het lukt. Lukt het niet, zoals bij mij, dan kan je cat stretch doen. Of een downward facing dog. Ja? Mag ook. Dus kies jouw stretch. Enjoy your stretch. Towel. Why do we need those towels? Ja, je gaat het merken. Oké, zijn jullie uitgestrekt? Prima. Wat we dan doen, is het matje iets kleiner maken. En even kijken, ik heb wel een hele dikke mat en weinig ruimte. Je legt de doekjes onder je voeten. Dus onder je voeten. Daar. Hop. Hop. En dan loop je onder je tenen. Dan loop je voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Een hoge plank. En nu kan je glijden. Ja? Een mooie hoge plank. Dus niet dit doen, dan glij je vanzelf weg. Hè?
Dus als je, is trouwens een leuke oefening. Kunnen we wel even hier, je trekt hem op. Op, zo ver als je kan. En dan draai je weer terug naar beneden. Trek op. En naar beneden. Trek op. You're getting the hang of it now. It's time to enjoy it. En op. En down. Alright, stay. Blijf hier. Wat je gaat doen is omhoog glijden. Glij omhoog. Met je knie. Lange nek. Op. 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 Rust. Dan je child's pose doen als je wil. Waar je op moet letten als je staat, is dat het gewicht op je hele hand is. En dat je binnenkant elleboog naar voren duwt. Ja? En goed onder je schouder gericht. Oké. Okay. We gaan even weer een andere doen. Deze zijn best zwaar. Ik heb die kleiders besteld. Als straks de gym weer open is, zijn jullie allemaal super sterk. Dan gaan we die gewoon doen. Oké, okay, we gaan side plank doen. Side plank. Twee opties. Je kan hem recht doen. Dus heupen zijn boven elkaar, niet open. Voeten zijn lang op elkaar en niet de beach pose, maar de fitness. Dus je duwt. Ik zit niet vervelend met het tapijt. Dus je elleboog en je duwt jezelf omhoog. Dus je kan omhoog gaan in deze. En als dat te zwaar is, kan je ook één knie onder je. Je voet gaat naar achter, je knieën zijn nog wel boven elkaar. Your knees are above each other. This is not as heavy. Alright. Dus ik doe de heavy. Wat je gaat doen is, je brengt je elleboog naar beneden. En je gaat omhoog. Elleboog naar beneden. En omhoog. Hou je heupen op. Keep your hips up. En omhoog. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Two more. Naar beneden en omhoog. Denk aan die heupen. Oh, kom ik mezelf maar hier in die spiegel. Volgens mij heb ik een beetje correctie nodig. Oh, oké, let's go down. Let's do the other side. Andere kant. Daar. Oh, een handdoekje. Ik heb een handdoekje moeten pakken om het zweet uit mijn gezicht te halen. Oké, een doekje. Doekje. Duizend dingen doekje. Oké. Okay. Goed. Weer lang. Voeten op elkaar. Heupen boven elkaar. Niet gaan wijken. Kom omhoog. Mooie stand. En dan gaan we. 8 keer. Down. En up. Down. En up. Down. En up. Naar beneden. En buik is in, hè. Hele les buik in. Hele uur, half uur, buik in. Hele dag, buik in. Nee, maar af en toe moet je ontspannen. Waar zijn we? Hebben jullie geteld? Ik denk bij 7. Ik denk dat dit 8 is. Maar we doen 1 extra voor de zekerheid. Want to be sure. Alright. Let's do some push-ups. Upper arms. Ik heb niet eens tijd om alles te gebruiken. Oké, okay. Wat je gaat doen, op je knieën. En je bent lang. Dus geen hoek in je heupen. No angle in your hips. So if you go down, do a straight. Ja? Oké, okay, je handen zijn naast je borsten zoals je ziet. Ik ging net langs de tafel. So hands next to your chest. Your bosom. En dan je push jezelf op like a plank. Dus je gaat als een plank omhoog met je elleboog in je zij. Nou, dus niet naar buiten. En niet als een yogi, niet joep met je benen naar beneden. Maar helemaal recht. En weer omhoog. Mooie lange nek. Je kijkt eigenlijk een beetje hier voor je. So looking in front of you. You have a nice straight neck. Your abs are in. Let's go down. 2 by 2. 1, 2, up, 2, down, 2, up, 2, down, 2, up, 2,
Doe nog 4. 1, 2. Op. Doe je elleboog in je zij. Push your arms against your body. 2 more. 2 up, 2 down, 2. Alright, and stretch. Stretch, stretch, stretch. Oh, body just sit in the way. Yes. Balletje. Oh nee, we hebben die rollen. Die moeten we nog gebruiken. Daarna het balletje. Die rollen zijn leuker. Oké, ik doe hem even zo. Dan kunnen jullie het beter zien. Je zet je rollen aan je rechterkant. Je gaat in een mooie hoge plank staan. Wat je doet, is je pakt hem onderdoor. En je zet die andere erbovenop. Als je er 4 hebt, is het eigenlijk nog leuker. Hop, let erop dat je heupen gelijk blijven. Onderdoor. Pak hem. Dus onder je arm door. Hè? Opposite arm. Dus niet zo, maar tegenovergestelde arm. Hop. Daar. En die. Hop. Die. En die. Hop. Deze. En deze. Finally, you know why we use toilet paper. Except for, you know what. Kom op, ga door. Hou vol. Hop. 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 Dat eigenlijk die houder. Dan moet je hem nog hoger op die houder. Ja? Op die houder, hop. Op die houder. Op de houder. Op de houder. En nog 1 keer links, rechts. Dan doe ik hop. Houder. Houder. Oké. Running out of time. Zo. Ik zei een balletje, maar jullie hebben waarschijnlijk niet het balletje. Dus, waarschijnlijk wel, maar niet gepakt. Die toilet rolls. Squeeze. Duwen, heel hard. Ja? Duwen, duwen, duwen. Oké, tabletop. Dus je hebt heel mooi, alsof er een blad op staat, je buik in. Oké, je blijft duwen. En dan ga je, je kan je hand op je buik leggen om te voelen of die wel in is en niet omhoog. So you can put your hands and feel if your stomach, your abs are in and not pushing upward. You're gonna low and up while pushing the toilet paper. And up and down and long the neck. So you're gonna keep your neck straight, abs in, neutral position of your back. Dus neutrale rugpositie. Down. En up. En down. En up. En down. En up. En down. En up. Oké. Handen in een A-vorm. Dus een A-T-vorm is helemaal wijd. A-vorm is iets lager. Lange nek. Duw in het toiletpapier. Duw in het toiletpapier. Ga naar rechts. Hou je schouders op de grond, maar je bil gaat helemaal hoog in je linkerbil. En dan kom je terug naar het midden. Blijf duwen. Keep on pushing. En dan gaan we naar links. Hou je schouders zoveel mogelijk aan de grond. En terug omhoog. Oké, en naar beneden. Naar beneden. En op. En de andere kant. Haal je schouders aan de grond, hè. Focus op die schouder, focus op je buik en focus op duwen. So you focus on your shoulder, pushing it down to the floor. Focus on your abs, pulling it in and focus on the toilet paper, pushing it. En op. En waarschijnlijk ga je wel je schuine buikspieren voelen nu, want die werken heel hard. Want duwen en bewegen en twist is best heavy. Oké, we doen nog 1 keer rechts, nog 1 keer links. Let's go down, 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 down. Yeah. And up. And let's go down, 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 down. And up. Alright. Toilet paper. Van die kant op. Oké, ik moet een beetje draaien nu. Anders schop ik tegen mijn tafel aan. Zo, ik hoop dat je me kunt zien helemaal de flessen. We zijn er bijna hoor. De flessen. Heb ik genoeg ruimte? Oké.
Je moet je benen. Ik hoop dat je ze kunt strekken naar beneden. Om en om. Ja? Handen met je flessen. Oké, we gaan. 1. Oh, die stoel staat in de weg. 2. Jullie gaan gewoon door, hè? Want jullie hebben meer ruimte. 2. Buik in. 1, 2. Gewoon je armen wijd, hè? 1, 2. Oh, ik mis mijn zwaardere gewichten wel bij deze. Dus volgende week, of eigenlijk morgen al, jullie gaan vanavond allemaal even gewichten bestellen. Niet op Ali, niet verstandig. Maar, hè, keep the fitness industry going. Order some online weights. Weights online. Some helpers. En even de naam kwijt hoor. Oké. Goed, wat we nu gaan doen is, je gaat naar beneden. En omhoog en dan ga je weer. 1, 2. Buik in. 2. 2 benen. Kan je niet zo laag, dan blijf je wat hoger, ja? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Is je buik in? Abs in. Did you close your bottles? Flessen goed gesloten, hoop ik. Anders heb je ook een waterballet. Two more, kom. 1, 2. Alright. Oké. We kunnen niet stoppen voordat ik mijn favoriete oefening heb gedaan. And you know what it is. Ja? Benen wijd. Als je makkelijk bij je tenen kan, korte beentjes, lange armen, zoals ik. Point. So it's easy to reach your toes. Short legs, long arms, find me. Toes up. So, we're gonna tap the toe. Tap the toe. Go to the ceiling. Go to the floor. Tap the toe. Tap the toe. Go to the ceiling. Go to the floor. Tap the toe. Tik die teen. En iedereen gaat naar de vloer. Ja? Oh, ik kan jullie niet zien. Ik weet dat jullie smokkelen. I know you're cheating. I know it. I wish we had two-way film. Up. And down. And up. And up. Daar. We doen er nog 2. Let's do 2 more. Up. Up. Midden. En vloer. En up. En up. Omhoog. En vloer. Wow, good job. Good job. Oké. Zoals altijd, eindigen handen, knieën. Knieën onder je heupen. Niet below your hips. Handen onder je schouders. Dus nu eroverheen. Niet te dichtbij, want dan ga je overhangen. Netjes hard op redden. Of een beetje schuin. Dan gaan we zo. Oké, dus je gaat rechts strekken op de vloer, links op de grond en omhoog. Ben je heel geoefend, gaat het super makkelijk, til je je rechtervoet op van de vloer. Ja, volgende week op het balletje balanceren. Oké, en terug en wissel. Lang, omhoog, mooie lange nek, niet te hoog met je heup. Heupen zijn naast elkaar, hips in alignment. If you're really good in it, raise your left foot. Or right foot, the one's on the floor. Oké. En terug. En we doen een bolle rug, cat stretch. Verder, 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 verder. En mooi recht en hol. En mooi recht en bol. Duw je staart, word je naar beneden. Verder, 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 verder. En recht en hoog. Dus je mag je hoofd wel, je hoeft je niet helemaal in je nek. Kijk vooruit. En you know what, je weet het recht. Shake those hips for the happy puppy. En child's pose. Lager kunnen jullie. Je doet je knieën een beetje wijd, dan kom je nog lager. Jullie zitten met je billen op je hielen. Oké. En voor alle mensen die vast bij mij workout doen, weten wat er komt. Die doen die stretch, hè? Je doet je stretch. Je doet één kant voor, voet draaien, pak je teen, ontspan je nek. Ja?
je linkerknie op, rechtervoet op. En ontspan je nek. En met je nek. Ik doe één kant, hè? Jullie doen de andere kant. Oké, dan kom je op je zij. En je pakt je enkel. Stretch de andere kant, heb je die gedaan? Doe je deze nog even naar voren. Adem in. Op een uitademing, elleboog naar beneden. Duw, duw, duw naar beneden. Blijf laag, blijf laag, blijf laag. Oké. Kom omhoog. Kom op. Inderdaad. Nog even naar je linker enkel. Door het midden naar je andere enkel. Midden, voeten bij elkaar, buig je knieën, bend your knees, roll up, adem in, stretch, en stretch, adem in, en nog een diepe, doe een keer en naar voren, en applaus voor jullie, good job, hope to see you next week, join all the other classes, doe alle andere klassen. Probeer het zo aangenaam mogelijk te maken thuis. En voorzichtig, blijf gezond. Graag tot volgende week. Doei!